Vanuit de Mountains Factory Studios in Castricum is dit de tweede aflevering van Couleur Lokaal. In dit programma peilen we de sfeer tussen Noordzee en Alkmaar en Meer. Dat doe ik vandaag met drie mannen van middelbare leeftijd. Welkom heren. Mannen met als hobby voetbaltrainer. Voetbaltrainers van Limmen, Everhard Luiks. Welkom. Ron van der Velde van FC Castricum en Sam Wokke van Meervogels 31. Dat klinkt raar hè? Meervogels 31, Sam Wokke, Limmenaar. Ja, inderdaad. Dat zal raar klinken. Ja. Omdat je natuurlijk binnen Limmen werkzaam ben geweest. Eigenlijk ook woon in Limmen, niet al te ver van het complex af. En nu weer bij de buren. Ja. En jij als Castricumer bij Limmen? Ja. Ja. Ja, beide kan. Beide kan. Ik heb al lang goed tijd bij Vitesse getraind natuurlijk. Een zwol stemgeluid trouwens. Ik heb excuses daarvoor, maar ik ben een tijdje met de stem kwijtgeraakt. En, hij komt langzaam weer terug. Ja. Ron, jij als Amsterdammer. Voor het eerst buiten Amsterdam als trainer werkzaam? Tweede keer. Ja. Eén keer in Zaandam en nu dit seizoen. Ja, maar je bent wel een echte Amsterdammer. Ja, geboren en getogen. Kun je een beetje wennen aan de mentaliteit van de Castricumers? Jawel. Ik zie daar geen... Zie je geen verschil tussen de Amsterdammers en de Castricumers? Dat zie ik wel. En duidt dat eens aan? Ik denk dat deze mensen allemaal heel vriendelijk zijn en goedwillend. Maar? Ja, niet als een Amsterdammer, soms keihard. Nee. Zijn wat te soft? Ingrijpen. Ja, denk ik. Maar goed, ik ben pas 5 weken werkzaam. Ja, jullie zijn allemaal nieuw bij de vereniging. En we missen dan nog Patrick van der Fits van Vitesse 22. Die moest helaas afzeggen wegens werkzaamheden. Ja, jullie werken neem ik aan ook normaal naast het voetbal. Hè? Wat doe jij trouwens? Ik ben gymleraar. Gymnastiekleraar. Ja, mooi in beroep. Amsterdam. Mooi beroep. Een heel mooi beroep, ja. Ja, basisonderwijs? Basisonderwijs, ja. Oké, vandaar dat je je stem kwijt bent. Ja, ik heb het net met je erover gehad. Ja. Het is de eerste week altijd veel je stem gebruiken. En dit is het eerste jaar dat ik weer op het veld sta bij Limmen. En ik heb een beetje de naam dat ik mijn stem heel vaak gebruik. Maar dat is minder geworden. Maar toch nog last van die stem, ja. Dus ik moet nu meer beter gaan kijken waarschijnlijk. Ronde, doe jij erbij? Ik ben van nature of van origine was ik leraar voor zeer moeilijk opvoedbare jongeren. Van 17, 18 jaar. En sinds 5 jaar ben ik jobcoach. Begeleid ik jongeren uit praktijkscholen naar werk en scholing. En coach je daarin. En dan ben ik ook nog gedurende die dagen ingehuurd door het ROC om daar de stagebezoeken voor de scootertechniek te doen. Dus dan verzorg ik daar de PR van het ROC en begeleid die jongens. Maar toch nog wel tijd om veel te trainen op het veld. Natuurlijk, ja. Daar maak je gewoon tijd voor. Sam, wat doe jij daarnaast? Ik heb 12,5 jaar gewerkt in de encyclopedie bij een verzendboekhandel. En de laatste 28 jaar werk ik bij een Reaalverzekering Alkmaar. Okay. In administratieve functie. Dan wilde ik het ook even over jullie eigen voetbalcarrière hebben. Om de aftrap te nemen. Sam, jij bent betaald voetballer geweest bij AZ. AZ, Volendam, Telstra. Ja. Als jonge jongen gescout. Jonge jongen gescout op 19-jarige leeftijd door Arie Rentenaar, een bekende naam binnen AZ. Eigenlijk zat ik in dienst en het ging opeens erg goed bij Limmen. En ik maakte redelijk wat doelpunten en dat viel op. Dus ik ben drie jaar contractspeler bij AZ geweest. En toen? En toen ben ik met Jo Brand, die altijd mijn pad als trainer heeft doorkruist, meegegaan naar Volendam. En een jaar bij Volendam gevoetbald, samen met Castricum en Hans Mol, die ook bij AZ speelde. En met Ruud Zuurendonk. Dus, welke generatie AZ'ers zat jij? Ja, dat is... Spelbos, die kwam? Ja, Spelbos kwam, Henk van Rijshoever kwam. Bert van Marwijk heb ik ook nog een jaar mee gespeeld. Bobby Vosmaar en Kees Kist en Christen Niga. Dat waren de mensen waar ik 3 jaar mee gespeeld heb. Dat is een wel apart verhaal. Hè? Je hebt je zoon vernoemd naar Christen Niegaard. Ja, dat ik 19 was en ik heb 3 jaar Christen Niegaard meegemaakt. Ik heb zelden zo'n emabel mens meegemaakt. En toen had ik voor mezelf, en gelukkig was mijn vrouw het later daar ook mee eens, dat mijn zoon van 31 heet een Christen. En nog meer kinderen? Ja, nog. En hoe heette die? Naar wie zijn die vernoemd? Nee, dat is gewoon Femke en Sanne, twee dochters. Okay. Dus die hebben niet echt vernoemd in ieder geval. Ron, naar wie heb jij kinderen vernoemd?
Nou, niemand. Ik heb één zoon en die heet Boy. Ook een voetballer? Nee, geen voetballer. Absoluut. Nou, tegenwoordig wel, maar geen talent. Nee. Hoe is het met jouw voetbalcarrière? Nou, ik ben geboren en getogen in Amsterdam, maar wij verhuisden naar Volendam vanwege de metrobouw. En toen ben ik bij Volendam gaan voetballen. En dat mocht toen vanaf je 8e. Daar heb ik gevoetbald tot en met mijn 18e. Toen kreeg ik geen contract van meneer Mak. Ook niet nou, vergeet ik nooit meer. Nee, maar ik was toen nog een kop kleiner. Dus toen zeiden ze, je moet eerst groeien en dan ga je in Volendam zondag 1 was toen nog het hoogste. Het is nu juist een voordeel hè, als je een beetje klein bent als voetballer. Dat denk ik ook. Ja. Maar goed, het mocht helaas niet zo zijn. En toen kreeg ik een aanbieding van DRC waar net alle oud-profs heen waren gegaan. En ik was student. Dus toen ben ik daar gaan voetballen. Daar ben ik eigenlijk altijd ook, bij DRC. Goed, laten we dat even duidelijk stellen. Firma Buitenhuis was een aardige sponsor van die club toen in Amsterdam-Noord. En als student had je niks. Hè. Dus dat was voor mij prettig. Maar het betaalde voetbal nooit gehaald? Nee. Tot je grote spijt, neem ik aan. Ja, op dat moment wel. Ja. Later niet meer. Dan ga je andere dingen van het leven ook van genieten. Hey, heb jij het betaalde voetbal gehaald? Nee, ik heb het niet gehaald, nee. Hoe is jouw voetbalcarrière verlopen zelf? Nou, ik was een aardige jeugdkeeper. Dus ik heb eigenlijk alle jeugdelftallen van Vitesse doorlopen. Als keeper. Ik heb zelfs nog ik kom uit Utrecht. Okay. En dan heb ik nog in de klas gezeten bij Hans van Breukelen. En toen hebben we nog voor het schoolelftal testen moeten doen wie dan de eerste keeper werd. En? Nee, dat was moeilijk. Dat was een want uiteindelijk keuze. Moesten de penalties genomen worden. Van en toen hebben we alle twee een helft. We hebben het samen. Ik wist het toen natuurlijk niet dat Hans later bij PSV ging keepen. Maar dus ik heb alle jeugdelftal al als keeper meegemaakt bij Vitesse. En toen kwam ik in de senioren. Toen zaten er 4 geroutineerde keepers voor me. Toen zat ik te rekenen. Ik denk, nou, als ik in het eerste kom, dan duurt dat 1 jaar of 4, 5. Toen ben ik gestopt. Toen ben ik gaan voetballen in het vierde. En toen van het vierde ging ik naar het derde. Van het derde ging ik naar het tweede. En van het tweede ging ik naar het eerste in 4 jaar tijd. Toen ben ik daar spits geworden, laatste man. Maar goed, dus ik heb geen een rare carrière. Rare carrière. Meegemaakt. Jouw zoon heeft het wel gehaald. Kees Luijks is een begenadigd voetballer. Nou, begenadigd. Het is een aardige speler, laten we het dan zo zeggen. Ja, speelt bij NAC nu. Bij NAC. En net niet goed genoeg voor de absolute top. Nee, ik denk dat hij eronder zit. Ja. Het is wel een. Het is een jongen die zijn stappen heel rustig maakt. Dus. Ik denk wel dat hij aardig niet aan zijn top zit, maar dat hij aardig op niveau voetbalt. Okay. Goed mannen, we gaan het over de clubs hebben. Want de seizoenstart die heeft al plaatsgevonden met, als ik het mag samenvatten, matig succes. Vitesse 22 heeft verloren. Lim heeft de eerste wedstrijd verloren. Kastikum heeft al 2 keer verloren en jij hebt gelijk gespeeld. Dus je bent de enige met een punt. Ja, Ron. We hopen dat het 4 gaat worden. Ron, ik wilde met jou beginnen, want jullie spelen het hoogste. Eerste klasse, zaterdag, 2 keer verloren. Is je ploeg wel klaar voor die eerste klasse, denk je? Nou, als je de uitslagen ziet, niet. Nee, maar goed, jij weet hoe ze voetballen. Ik heb ze dit jaar nog niet gezien. Technisch denk ik dat ze het aankunnen. Ja. Maar er spelen meer factoren. En dan heb jij het over die inzet. Nee, niet de inzet, maar de hardheid, de slimmigheden, op zijn Amsterdamse gezegd, het gochme, dat ontbreekt. Mm-hmm. Er wordt een hard ingegrepen en er roept me rechts buiten. Dat is niet eerlijk, of iets in die trant. Ja, het zijn soort korfballers op het veld eigenlijk. Dat is eerste klasse voetbal. Mm-hmm. En daar moeten wij aan wennen. En ik had eerlijk gezegd gehoopt vandaag Marken te verslaan en ook volgende week de Mourinho's. Want ik schat in dat die niet hoog gaan eindigen. Ja. En als je van die ploegen niet weet te winnen, dan wordt het moeilijk voor ons. Ik moet wel even aan de luisteraars en de kijkers uitleggen dat deze uitzending op 8 september wordt opgenomen op het ogenblik. Dus we zenden het wat later uit. Dus jij hebt nu net 3-0 klop gehad van Marken. Ja. Hebben ze jou ook daarom aangesteld als trainer om die hardheid erin te krijgen? Dat weet ik niet. Kijk, het is natuurlijk heel vreemd gegaan. De trainer is op het allerlaatste moment vertrokken en die had een doorlopend, aan, die had een doorlopend contract. Waarom is hij weggegaan? Hij kon met Koopman als assistent, of tenminste als hoofdjeugdopleidingen
aan de slag. En daar zal wel salaris aan vastzitten. Dus ze hebben jou pas op een laat tijdstip aangenomen? Ja, nou, ik moet je zeggen, ze hebben daar een hele professionele procedure van gemaakt. Waarbij ze 4 trainers gesproken hebben. En ik zei de gek als voor een tweede gesprek. Ja, want het lijkt me een hele moeilijke uitgangspositie voor jou. Ik bedoel, je gaat een ploeg trainen die het heel goed gedaan heeft. En die ook nog een klasse hoger komt te spelen. Ja, maar wat is nou leuker als die jongens verder te scholen en proberen daarmee tot prestaties te komen? Dat is het leuke van de trainersvak. Ja. En waarom ben je erin gestapt? Omdat ik geen ploeg had op dat moment. Want jij kwam van DCG af, je laatste vereniging. Ja. Daar moest je weg. Ja. Het lot wat veel trainers beschoren is eigenlijk. Heb je een tijdje thuis gezeten toen daarna? Nee, voetballen gekeken. Jammer. Voetballen gekeken, ja. Geen ploeg getraind. Geen ploeg getraind, nee. En normaliter in Amsterdam, dus aanhalingstekens, ben ik wel een bekende trainer. Mm-hmm. En word je dan gebeld. Maar er zijn tegenwoordig steeds meer trainers. En Amsterdamse niveau gaat omlaag, dus die gaan ook lager spelen. Dan mag je ook een trainer met trainercoach 2 en 3 nemen. Dus ik werd niet gebeld. Nee. En ik heb ook nergens gebeld of zo. Nee, want jij bent iemand, heb ik een keer gelezen in een vraaggesprek met je, jij solliciteert nooit zelf. Nou, liever niet. Hè. Nee, je wacht tot ze je vragen. Ja. Ja. Heb jij moeten solliciteren, Sam? Nee, ik werd gebeld. Het was al vroegtijdig dat ik bekend dat ik bij ZAP weg moest eigenlijk. En dat eigenlijk het succes had als tot gevolg de promotie naar de eerste klasse. Dat mijn trainingsdiploma niet toereikend was. Dus in november werd al bekendgemaakt dat ik zou stoppen. Ja. En in december belde de voorzitter van Meervouwers voor een gesprek. En als limmenaar naar Akersloot, toen dacht je gelijk, ja, dat doe ik. Nou, mevrouw, of dan kan ik de buurt niet meer in. Nou ja, er werd wel straks al gezegd van wat vreemd opgekeken. Ik denk niet dat het helemaal in dank werd afgenomen door... Nou, dat is de enige wedstrijd die ik vorig jaar heb gezien, was Limmen-Akersloot. En dat is toch een spektakel. Ja. Met twee enorme supportersgroepen, met een hoogwerker, met de vlag van Meervogels op het veld van Limmen. Ja, schitterend. Ja. Ik vind het prachtig. En dat is de burenruzie die 2 keer in het jaar plaats gaat vinden. En straks op 7 oktober, dan gaan we eerst naar Dampengeest. En daar wordt nu al druk over gesproken. Ja, maar je hebt geen problemen gehad in de buurt? Nee, ik heb niet echt problemen gehad in de buurt. Nee, nee. Dat niet. Nee. Zie je wat in de selectie van Meervogels 31? Nou, de selectie van Meervogels had natuurlijk 5 jaar hetzelfde gezicht gehad. En 5 jaar is voor een amateurvereniging is redelijk lang. Dus eigenlijk een nieuw gezicht voor de groep. Daar was deze groep wel aan toe. En dat geeft ook een hoop inspiratie, dat is duidelijk merkbaar. Ga je veel veranderen aan het speltype? Nou, er zijn wel wat veranderingen. Werd door mijn voorganger, die uitstekend gepresteerd hebben overigens met het materiaal. Ja. Han Visser. Die nu naar Vios Warmhuis is gegaan. We hebben meer een grotere groep gemaakt. Han beperkte zich hoofdzakelijk tot een man of 18. En wij gaan in eerste instantie met 48 man aan de gang. 48? 48. En dat wordt wel uiteraard geselecteerd. Dat zijn 3 teams. Maar iedereen krijgt de gelegenheid. Een nieuwe kans, zeg maar. Ja, een nieuwe kans. En dat werkt heel, heel, heel positief. Je mist wel je spits. Tom van der Brink. Die is naar ADO20 gegaan. Ja. Tom was afgelopen donderdag nog in de kantine bij Meervogels. Want blijft natuurlijk een Akersloter. Nee. En die heeft het goed aan zijn zin. Hij begint zijn draai daar te vinden. En dan zou je Eddie Putten nog krijgen als spits? Ja. Is dat doorgegaan? Eddie had aangegeven dan na de winterstop dit afgelopen seizoen weer mee te gaan trainen. Mm-hmm. Hij heeft 1 of 2 trainingen gevolgd, maar kreeg weer problemen met zijn enkel. En hij woont in Utrecht. De spelerspas die staat op naam van Meervogels en die bewaar ik uiteraard. Dus hij kan nergens anders terecht? Hij gaat ook een studie fysiotherapie gaat hij in september doen. Dus, daarnaast gaat hij ook nog redelijk Europa door als dressman, heb ik begrepen. Oh, ja. Dus hij heeft het erg druk. Ja. Wat is het sterke punt van je selectie? Behalve dan dat hij heel erg groot is, maar daar win je geen wedstrijd mee? Nee, daar win je inderdaad geen wedstrijd mee. Het is een dorpsclub en het is redelijk homogeen. De jongens die trekken erg veel maken met elkaar ook naast het voetbal. En dat was in Limmen eigenlijk ook zo. En die charme.
En dat tot uitdrukking proberen te brengen in de competitie. Dat zal het mooiste zijn. Wat ik nog net vroeg is, wat ga je veranderen aan het van de speelstijl? Nou, zoals je al aangaf, Tom van der Brink goed voor 2 keer 20 doelpunten de laatste 2 seizoenen. Ja, dat is natuurlijk, dat wordt zoeken. Ja. We hebben niet echt een spits die direct daarin kan als vervanger kan optreden. Dus ja. Maar bij FC Castricum loopt er eentje rond, ja. Popping, die heeft er vorig jaar heel wat gemaakt. Ja, maar is dit jaar nog niet helemaal op scherp, hè? Ja, een penalty heeft hij genomen. Penalty, ja. Penalty, ja, dat kan, dat kunnen er veel. Kijk, en je merkt ook dat er toch nog een aantal jongens nog niet helemaal op niveau zijn door vakanties, want dat is gewoon inherent aan. Ja. En de voorbereiding die blijft eigenlijk nog wel de maand september nog wel enigszins van doorgaan. Je bent begonnen met teambuilding, hè? Ja. Met ze? Ja. Ja, met alle 48? We zijn met 46 man spelers in begeleiding zijn we naar Apeldoorn gegaan. Dat hebben we met Limmen gedaan, dat heb ik ook met SAP gedaan. En dat werpt zijn vrucht af, duidelijk. Nou, we wachten het af. Ja. Ja. Ik zal straks nog even naar jullie verwachtingen vragen. Want dan is dat het linker rijtje, rechter rijtje, na competitie, kampioenschap. Daar kan het eigenlijk wel mee beginnen bij jou. Zo. Linker rijtje, rechter rijtje, na competitie, kampioenschap. Rechts, zeg het maar. Ik heb altijd moeite met links-rechts, maar volgens mij wordt het linker rijtje. Linker rijtje? Ja, en dan is het streven wel een periodetitel. En tot de winst op zo lang mogelijk door blijven. Gaan we de bovenste 4-5. Dan moet er wel wat gebeuren. Nou ja, en de doelstelling is natuurlijk altijd 2 keer van meervogels winnen. En meervogels onder jou. Dat is, dat is het hoofddoel. Maar laten we even... laten we even reëel blijven. Vind je dat moeilijk? Nee, dat gaat lukken. Limmen had een vrij kleurloos seizoen. Heeft een vrij kleurloos seizoen achter de rug eigenlijk. Ik heb ze een paar keer zien spelen. Dat hield niet over. Wat ga je daaraan doen? Wat ik daaraan doe? Ja. Wat gaan we daaraan doen, trainer? We proberen in ieder geval fris aanvallend voetbal te spelen. Ja. Dat de jongens lekker vrij uit voetballen, zich goed voelen in het veld. Dat is wel een doelstelling. Maar dan kregen de eerste wedstrijd 5 om je oren. Ja. Dan denk ik, dan scheelt er iets aan de verdediging misschien. Ja, we speelden verdedigend met name bij balbezit van de tegenpartij zeer matig. Mm-hmm. Moet ik er wel bij zeggen dat we 2 verdedigende jongens in de as misten. Die jaar in deze spelen. Dus dan wordt het verdedigend wel iets minder. Maar we hebben veel fouten gemaakt. Het liep niet goed. Maar er zat wel de eerste 20 minuten die waren dat ik het zag. Ik denk dat zag er zeer goed uit. Zag goed verzorgd alleen uit. Alleen er weer geen wedstrijd mee. Nee. Dus dat is, je kwam wel op voorsprong. Ja, we kwamen op voorsprong. Het zag er aanvallend zag het er heel goed uit. Maar waardoor heb je dan toch verloren? Ja, moet ik dat allemaal tactisch gaan analyseren? Of we hebben gewoon de ruimtes waren te groot. Waardoor een paar geroutineerde jongens bij Wijkenzee die er een heel ander gebruik van maakten. Met een lange bal en verdediging gaf ook te veel ruimte weg. Het was over. De vorige trainer wist al in januari dat hij min of meer de bonds kreeg. Nou, zijn contract werd niet verlengd. Ja, nou goed. Dat is toch vrij normaal? Ja, dat is normaal. Ja. Wanneer wist jij dat je de nieuwe trainer werd? Dat is een goede vraag. Heel veel mensen dachten dat ik het... In december? Dat het bestuur mij al had gevraagd voordat de trainer zijn contract niet werd verlengd. Ja. Nou, ik weet niet wie er allemaal gaat kijken hier. Maar in ieder geval is het zo. Het kwam voor mij als een complete verrassing dat Jos zijn contract niet werd verlengd. En toen ik dat hoorde, heb ik gebeld. En heb ik gezegd dat ik interesse had in die baan. En toen zijn er 2, 3, 4 kandidaten geweest. En hebben we gewoon sollicitatiegesprekken gehad. En gesprekken met spelers gehad. En daar ben ik uitgekomen. Ik solliciteerde ook bij Forestus. Daar werd ik op een gegeven moment 2e, 3e kandidaat. En Lim is gewoon een prima start voor mij. Ja. Ja. Wat mij opvalt van Lim is dat ze hebben een hele uitgebreide jeugdafdeling. Ja. Maar toch een eerste team wat niet heel hoog speelt. Of zie ik dat tussen zwart-wit? Ik ben 4 jaar hoofd van de jeugdopleiding geweest bij Limmen. Maar dat vind ik ook gelden bij Castricum, dat vind ik ook bij Meervogels. In de hele kal, ik vind dat de jeugd veel te laag speelt. Mm-hmm. En dat heeft Limmen ook mee te maken. Ja. Nu hebben we gelukkig 2 kampioenschappen, waardoor 2 jeugdteams in de hoofdklasse gaan spelen. Ja, dan hoop je dat die aansluiting naar die stem of dat beter wordt. Nou, Sam heeft die jongens die ik nu train, die heeft Sam in de jeugd gehad. Dat is een hele goede lichting. Maar daarna
heb ik wel het idee dat die jongens te weinig prikkels hebben gehad om veel en veel beter te worden. En daar heb je, als je zegt, als je praat over een vlak seizoen, nou ja, dan de spelers vervlakken ook. Maar ze moeten juist prikkels krijgen en pieken. Ik denk dat in dat kader de rol van een trainer ten opzichte van voorheen ook anders is geworden. En de inspiratie moet echt veel vanuit de trainer komen. Niet meer vanuit de jongens zelf? Ja. Gaan we nu weer het generatieconflict naar voren halen? In Limmen, dat woont niet ver bij mij vandaan, woont een tweeling. En ik vind het heerlijk om die 's morgens met een bal al voetballend overschietend op de weg naar school te gaan. En ja, Everaard geeft al aan, die is al 4 jaar over de opleiding bij Limmen. Nou, ik heb mezelf eigenlijk richting Limmen gehaald toen de tijd. Dat blijkt dat het gewoon toch zijn vrucht afwerpt. Inderdaad, dit wat Evert zegt, nou, probeer het nu nog maar, die aansluiting naar het eerste elftal. En dan kom je in een leeftijdsfase, 15, 16 jaar, lengtegroei, onvrede, eigen lichaam. Mm-hmm. Ja, en dan is tijdelijk en dan moeten ze erheen. Daar heb jij wat op gevonden, hè, Ron? Op die aansluiting van die jeugd naar het eerste elftal. Je gaat dat pas doen. Elftal onder de 23 spelen. Dat is het medicijn initiatief, maar... En in het gesprek met het bestuur heb ik dat ook aangegeven, dat ik denk dat het nodig is. Als je ook ziet, kijk, ik zit niet zo lang bij de club, maar die jongens die bij mij voetballen, daarom ben ik het ook niet helemaal met hem eens hoor, wat hij zegt. Want ik ben in Amsterdam gewend en ik heb met hele getalenteerde voetballers gewerkt, maar die redden het niet, omdat ze geen discipline hebben. En alleen maar voor centen voetballen en te laat zijn enzovoort. En hier, deze jongens, waarvan ik vind dat ze heel behoorlijk kunnen voetballen, die kunnen het ook goed met elkaar vinden, maar die trainen wel om beter te worden. En die zijn wel met z'n allen. Alleen, zij zijn een goede lichting, denk ik, bij Castricum geweest. Dat heb ik ook gehoord. En wat erachter zit, dat is dan weer niet zo'n goede lichting. En ik denk dat jongens dan, die moeten, je hebt geen tijd om ze mee te laten trainen. Dus moet je met ze gaan voetballen. Hè? En moeten ze daarin ervaren wat het is om als senior te voetballen. En wat de wetten van het voetbal zijn. Ja, misschien moet je al... misschien moet je al jongens veel eerder gaan doorschuiven naar de eerste elftal. Een jongen van 16, dat hij al naar de eerste elftal zou kunnen. Ja, maar dat denk ik. Nee, het is misschien... Maar omdat 3 jaar lang wachten voordat zo'n jongen in de eerste elftal komt... dan zijn er zoveel prikkels en ontwikkeling, mogelijkheden, die zijn al weggevallen. Maar goed, dat is heel opportunistisch. Ik zeg niet dat het zo is, maar als jij praat... Je speelt, hè? Hè? Bij BVO zit ik te kijken en dat gebeurt daar regelmatig. Ja. Maar ik kijk bij NAC, bij mijn zoon, er speelt een jongen van de A-junioren, speelt in het eerste. Waarom kan gebeurt bij ons weinig? Bij amateurvereniging heb je gewoon te maken met een jeugdbestuur. En weet die ik, hebben zijn eigendomsrecht. En dat geldt voor de trainers van de A-junioren ook zo. Van ja, dan gaat mijn team wordt slechter. Kon je dat allemaal maar doorbreken? Dat is lastig. Dat je precies wat Sam zegt, als je bijvoorbeeld een hele goede D-lichting hebt. Maar eigenlijk zijn die jongens, die competitie waar ze in spelen, is te makkelijk voor ze. Nou, schuif ze door naar de C. Ja. Laat ze in de C voetballen. Maar net wat Sam zegt, heb je te maken met bestuur of een leider die zegt, ja, maar dan worden we geen kampioen. Ja. We worden geen kampioen, want dat willen ze allemaal worden. Dat is leuker als je kan zeggen van, hey, we hebben 5 jongens. Die ontwikkelen zich geweldig door. En die staan als ze 17 zijn, in de eerste bij Castricum of bij Meervogels of bij Lim. Maar goed, dat is... Lastig. Dat is heel lastig. Maar wel mooi. Voor clubs zou dat een hele mooie uitdaging zijn. Hier, onze tijd zit erop. Oh, sorry. Ja, nou, dat hoeft niet. Het begon net gezellig te worden, denk ik. Maar ja, goed. Wanneer is het seizoen geslaagd, heel kort gezegd? Als wij als 50 van onder eindigen. En bij jullie, Sam? Als de spelers zich goed ontwikkelen. Als ze een betere voetballer worden. En als je niet degradeert, neem ik aan. Liever niet. Nee. En jij hebt het al gezegd, periode titel pakken, 2 keer winnen van Meervogels. Ja, en aanvallend voetbal blijven spelen en veel doelen te maken. Goed, ik dank jullie hartelijk voor jullie komst hier bij de tweede aflevering van Couleur Lokaal. Mocht u thuis willen reageren op deze uitzending, dan kan dat. Dan moeten we even een mailtje sturen naar contact@c-tv.nl. Tot volgende maand. Prettige kermis. Ja. Ja. Wel zin. Nee, ja, wisselen. Gaat weer door met de kermis.